Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben nu op stal en ja, het is vroeg. Ik weet niet hoe laat het is. 11 uur. Dus het valt wel mee met hoe vroeg het is. Maar ik ben op stal, want ik ga vanmiddag naar Justine toe. En dan ga ik gewoon eerst naar de paarden toe, omdat ik gisteren niet echt lang hier ben geweest. En dan ga ik Noora even wat hooi geven in het weiland. En dan ga ik Moos mee naar voren nemen om wat met hem te gaan doen. Het liefst wil ik met hem gaan rijden. En ik ben heel benieuwd hoe Noora gaat reageren als ik met Moos wegga. Daarom heb ik van alles meegenomen, stro en hooi. Dan heeft ze wat te doen. Noora staat daar te eten en deze meneer gaat met me mee. Wil je mee? Kom maar. Dan krijg je voor ook nog even wat eten voordat we gaan rijden. Oh, hij zit al naar het gras te kijken hier. Oh. Even op Noora letten. Nou, ze blijft rustig staan, dus dat is goed. Het is wel even goed van mezelf dat ik kijk of test of ze uit elkaar kunnen als ze, zeg maar, ja, gewoon normaal gesproken nou buiten moeten staan. Want ik bedoel dat ik ze niet graag uit elkaar haal als ze dan samen buiten horen te staan. Omdat ik bang ben dat als ik Noora achterlaat, dat ze dan allemaal gaat rennen en zo. Dat is niet de bedoeling. Maar ja, soms dan wil ik toch iets met Moos doen. Of dan moeten we weg, weet ik veel wat. En het is gewoon handig als ik Moos alleen mee kan nemen, dat Noora achterblijft. En als ik even zo naar Noora kijk, ze staat nu nog rustig. Dus dat is goed. Moos, het valt me echt mee met hoe vies je bent. Het valt echt heel erg mee vandaag. Wat fijn! Heb ik gewoon tijdens het rijden in de gaten kunnen houden. En ja, stond gewoon de hele tijd er zo bij. Dus daar ben ik super blij mee. Moos deed het ook goed. En hij zit nou aan de slow feeder die ik mee heb. Dan ga ik mijn paarden nog even wat eten geven. Hè? Ik ben nu bij Justine aangekomen. Kijk, tada. En is het misschien een leuk idee als je je paarden voorstelt? Want ze zijn nu alleen bij... Bij Sanalina, ja. Ja, dit is Sanalina. Dit is een 19-jarige KWPM-merrie. Mm-hmm. Ze is 1,74 geloof ik. Ja, heel groot. Ze is best wel een groot paard. En ja, met haar deed ik voorheen altijd veel rijden, veel springen, veel crossen. Mm-hmm. Nou, eigenlijk heel veel van op de grond en gewoon lekker genieten. Yeah. Lekker veel buitenritjes. Oeh. Maar doe je ook met haar horse agility? Ik heb het wel één keer gedaan, maar zij vindt het heel spannend. Oké. Okay. Ja, wel wat vrijstressuur ook met haar. Ja. Yeah. Maar... ja, ze vindt het veel leuker als ze na mag denken. Oh, dan ja. Dat ze, oeh, leuk dit en dat. Ja, dat is wel heel gezellig. Ja, ja, ze vindt alles heel gezellig. Ja. Dat is een heel lief paard is dit. En wat gaan we nou met haar doen? Nou, ik ga vandaag even een stukje met haar aan de hand werken. Mm-hmm. En ja, ik heb altijd les van Romy Huisman. Dus props naar Romy inderdaad. Ja, ja, ja. Even shout-out. Ja. En nou, ja, daar oefen ik ook regelmatig mee. En ja, binnenkort willen we ook weer gaan lessen. Gaan we dus weer even de hulp even opfrissen. Ja. Als ze het leuk doet, dan kan jij ook een stukje. Ja, ja, dat is wel leuk. Ik moet zeggen, hebt het nog nooit gedaan, zeker of wel? Niet echt zoals Romy het doet. Nee, inderdaad. Nog niet zo. Nou, wat ga je laten zien? Nou, ik ga eerst gewoon even beginnen met een opwarmingetje. Dus ik ga eerst zo even vragen. Kijk, knap. Dat kan ze ook. Normaal is ze dat niet zo hoog. Alles voor de film, hè? Goed zo. Ga ik even vragen of ze haar hoofd wil laten zakken. Laag. Goed. Goed zo! En dan werk je ook weer met klikkertraining. Ja, ja. En in het begin doe ik dan eigenlijk voor alles belonen. En dan ga ik eigenlijk steeds meer vragen voordat ze die beloning laag. Goed, zo, die was heel laag zeg. Ja, dat kent ze heel goed. En het moeilijke hieraan is dat je het tempo van het paard aan moet houden. Omdat je het paard niet in de weg mag zitten. Maar... Oh ja, nou met zo'n groot paard. Let op, ja. Goed zo. Achterwaarts vindt ze moeilijk. Mm-hmm. Ook onder het zadel? Ja. Ja, onder het zadel kent ze dit nu sinds een jaar. Oké. Okay. Dat was altijd een drama, maar sinds dat ik bitloos ben gaan rijden, heb ik het voor elkaar. Oh. Met bit kwam ze altijd zo er tegenin. Snapte ze er helemaal niks meer van. Maar sinds dat ik bitloos ben gaan rijden, lukt het. Oh, ja, dat is heel apart. Fijn dat dat voor jullie werkt. Ja. Dan. Even kijken of ze de gewicht heen en weer wil bewegen. Oh ja, dat ziet altijd wel leuk uit. En dan moet ze echt heel erg aanspannen. Ze weet het al wat ze moet doen. Goed zo. Juist. Goed zo.
En zet ze wel een klein stapje, maar dat is niet erg. Nee. Dat is toch echt wel je hebt het hele... begin. Ja. Wil jij zo een stukje proberen? Ja, dat wil ik wel. Ja. En dan kan je proberen om er het hoofd laag te vragen. Mm-hmm. Nou ja, bij de schouder zeg je laag. Kijk, netjes. Goed zo. Oh, super. Super. Dat vindt ze helemaal niet erg. Oh. Moet ik met mijn hand mee? Ja. Ja. Want ik laat nu eigenlijk los. Ja, dus echt dat ze jouw hand ook kan volgen. Juist. Dus ze gaat heel snel naar beneden. Je doet het goed. En nu stijgeren? Nou, dat, ze kan het niet op commando, maar ze kan het wel. Oh. Ongevraagd, zeg maar. En je mag zo eens kijken of je er kan laten wijken. En dat is al aan de kant waar ze het makkelijkste vindt, ja. Dan ga je ervoor staan. Ja, daar blijf je bij de neus. En dan is het eigenlijk gewoon opzij. En even... Ja, joh. Ja, Romy zegt er ook altijd... Romy altijd. Ja, die zegt dat het overdreven stappen. Ja, probeer maar. Netjes. Netjes. Ja. Ja, ja, netjes. Ja, die was netjes. Ik heb een nieuwe vriendin. We zijn gezellig aan het knuffelen. Ja. En naast ons staan allemaal vlaggetjes. Dan gaan wij zo meteen doorheen, want ja, ik mag wat horse agility met jou doen. We zijn nu bij de andere twee ponies van Justine. Yes. En wil je eerst de kleine. Deze introduceren? Ja. Deze kleine is Sasu. Mm-hmm. Sasu is 3,5. Ik heb er nu bijna een half jaartje. En ja, zij is echt mijn opvolgertje voor Blackie. Mm-hmm. En ja, ik ben nu rustig aan het beginnen met grondwerk, vrijheidsdressuur, de agility. Kan ook echt nog wel heel stout zijn hoor. Oh, maar dan komt nummer 2 aan. De volgende, nou, ga maar door. Dit is Blackie. Blackie heb ik nu 5 jaar. Dit is een oude manegepony. Ze heeft 15 jaar op de manege gelopen. Mm-hmm. En die ja, was altijd mijn lieveling, dus die heb ik gekocht. En daar ben ik eigenlijk met agility mee begonnen. Agility kon ik al wel een stuk langer. Ja. Maar ja, nou had ik eindelijk een paard waar ik het mee kon doen. En zij vindt het echt zo leuk. Maar ja, helaas is ze geblesseerd aan 2 achterbenen, dus mm-hmm. ze mag niet heel veel meer doen. Ik pak er af en toe, als ze zelf aangeeft van ik wil meedoen, dan mag ze gewoon meedoen. Ja. Ja, en jij bent al bijna 24, zo het aankomende maand 24 alweer. Oh, mooi, ja, joh. Mooie leeftijd. Ja. Ga je eromheen of ga je er doorheen? Ja! Goed zo! Dat doet het bij jou, super gezellig. Ja! moet ik gewoon al beginnen? Dat alleen mag van mij hoor. Oh ja! Volgens mij zijn wij een nieuw showduo al. We zijn nog niet eens begonnen, maar ze staat helemaal tegen me aan. Ja! Oh ja! Ja, ze is heel enthousiast hoor. Vooral als je gaat rennen, dan komt ze echt met zo'n sprongetje naar je toe. Ja! Netjes! Oh, dat is super netjes. Goed zo. Ja. Kijk of ze met je mee wil rennen. Goed zo. Ja. Het is pas de tweede keer dat ze deze dingen doet, hè? Echt? Ja, joh. Ja, goed. Goed zo. Juist. Ah. Zal ik je een stukje wortel geven? Als je die laat zien, dan wordt het af en toe nog eens extra enthousiast. Oeh, ja. Kom maar, doe maar één. Ja, ja, ja. Dan krijg je ineens extra enthousiasme. Ah, ze is slim. Ja, kijk of ze... Ja, 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 ja. Goed zo. Nee, dit is leuk om er gewoon echt zo'n spelletje van te maken. Ja. Maar dit vind ik dus het leukste aan de agility. Ja. Doe mijn open, wordt het. Ja! Kijk eens. Ja, komt ze. Oh nee, toch niet. Staat ze daar echt zo te kijken van, Ja, bijna. Ja! Oh. Nou, vooral als je die schouders kriebelt, dan krijg je een hartstikke grote smile. Ja, die schouders. Ja, ja. Oh, zo lief. Ja, goed zo. Oh, ja. Ja, ja, netjes. Oh, geweldig. Kom. Deze kant. Ja,
Oh, je bent nog zo afgeleid af en toe, hè? Max, hele sprong. Nee, dat was vals spelen. Ja, 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 kom maar. Kom maar. Ja! Oh, geweldig. Ja, dat is al een workout, hè? Even uitrusten. Ja. Nou, zij is wel heel leuk om mee te spelen. Ja. Ja, ik heb altijd geroepen, ik neem nooit een Shetlander. En nou heb ik zoiets, ik wil er nog één. Ja. Ja. Netjes. En wat ga je nu met Blackie doen? Ik ga Blackie kleuren laten herkennen. Zij kan blauw en geel uit elkaar halen. Paarden die kunnen blauw en geel ook het beste zien. Dat is eigenlijk ongeveer met groen de enige kleur die ze zien. Oh, ga je ermee gooien? Dit is al heel lang geleden, dus ik ga even kijken of ze het nog weet. Geel? Goed zo. En dan hoort ze aan jouw stem welke ze moet aanraken. Ja. Ja, want ze heeft het woord, heeft ze met de kleur leren associëren. Ik ga nu ook expres omdraaien. Even kijken voor... Ja, maar jij wil die graag pakken. Geel? Ja! En er is iemand anders die dit ook wil. Die wil ook. Ja, maar jij kan dit nog helemaal niet. Jawel. Dus blauw. Ja! Zie je wel. Ja, doe eens geel. Oh! Ze kent het helemaal niet, maar... Oh, nou. Die was voor jou. Ja. Nou, ik had nog een vraagje. Ja. En dat is, jij wil natuurlijk horse agility wedstrijden gaan organiseren. Ja, zeker. En ik vroeg me dus af hoe ver je daarmee bent. Want ik wil eigenlijk al heel graag meedoen. Nou, ik ben al heel ver. Ik ben op het moment bezig met een handleiding. Eigenlijk een beetje een soort van manual voor de mensen die er nog niet zo bekend mee zijn om te starten. En de uitleg van de obstakels en ook hoe je het makkelijk in elkaar kan zetten. Want dat weet ook niet iedereen natuurlijk. En dan wil ik eigenlijk in januari of februari een proefrondje gaan draaien. Dat nog wel online, dus dan komt er een parcoursje. Ik denk dat ik wel een Facebookpagina aan ga maken of op mijn eigen Facebookpagina, dat weet ik nog niet. Even kijken wat het makkelijkst is. En daar kunnen mensen dan voor de eerste keer gratis aan meedoen. En dan ga ik gewoon kijken hoeveel animo er is. En stel er is heel veel animo, dan wil ik sowieso de online competitie in Nederland gaan doen. Ja. Maar ik wil dus ook fysieke wedstrijden, dus op een plekje organiseren. En dat is nog wel even een dingetje om een plekje te vinden. Ik wil wel een beetje midden Nederland of misschien in elke provincie één. Het is net even wat voor locaties ik kan regelen. Ja. Dat mensen dan ook echt mee kunnen doen en kennis maken met de sport. En je hoeft ook helemaal geen ervaring te hebben om mee te doen op zo'n dag. Gewoon voor de leuk, want iedereen krijgt dan ook zat tijd om even eerst te spelen in het parcours voordat je het parcoursje doet, zeg maar. Ja, het paard ook even de boel laten zien. Mm-hmm. Dat is wel belangrijk dat het paard even, want het zijn allemaal van die obstakels. Want sommige paarden denken, oh, weet je wel, van oh help. Ja. Nee, maar dat is dus gewoon lekker leuk, laagdrempelig. Mm-hmm. Ja. Okay. Dus dat komt eraan in 2019? Ja, dat komt er zeker aan. Ja. Yes. Ik denk dat we hier al een kampioentje hebben staan, want nou, Moos is wel. Moos van ik heb vooral zin in die fysieke wedstrijden. Ja. Want ik kan eigenlijk nog niet echt met dressuurwedstrijden beginnen. Ja, inderdaad. Dus vanwege de galop, want we moeten gewoon al in de B kunnen. Oh ja, dat dus is ook zo. Dus dan dit is wel echt van, dit kunnen wij. Ja, maar en het is zo leuk, omdat het is heel laagdrempelig en iedereen kan het, elk paard kan het. Ja. En dan kan je dus toch op competitief niveau eigenlijk iets doen. En dat is zo leuk eraan. Nou, ik heb er nu al zin in. Ja, ja, dat vind ik wel echt leuk. En dan moet je eigenlijk met Noora ook nog beginnen. Dat doen we. Ja? Dus we zijn langzaamaan bezig. Of wat ik nu die doe. Die vindt het allemaal wat spannender, denk ik. Ja, dan ga ik met Moos ben ik gewoon bezig. En dan laat ik haar in de bak. En dan moet ze zelf rondkijken. Dus laatst ging ze al bij de flesjes zo snuffelen. Ja. Dus dat is al een stap. Ja, inderdaad. Dat heb ik hier ook gedaan met Sasu. Dan ben ik met Blackie bezig geweest. En ik laat Sasu erbij lopen. En dan gaat Sasu vanzelf een keertje achter Blackie aan. Of die gaat vanzelf een keertje kijken. Ja, gewoon lekker zelf laten ontdekken. Dat is, dat is wel een dingetje van die sport. En laten wennen aan het geluid. Ja. En weet ik veel wat. Het wapperen en, van alles. En wapperen. Ja. Ja. En waar kunnen mensen jou op vinden? En je moet me even helpen met de naam. Ja. Equally NL. Moet je anders... Equally. Ja, zeg maar als het equally. Engels woord equal. En dan Equally NL. Equally. Ja. Equally? Ja. Equally, ja. Equally. Ja, okay. Het is echt zo'n tongbreker. Ja. Nee, en dan moet je anders even neerzetten beneden, want dan kunnen ze het makkelijk vinden. Ja, dat doe ik sowieso. Dat, dat doe jij altijd wel, ja. Nee, maar dan kunnen ze het makkelijk vinden. En Instagram ben ik het actiefst. En daar geef ik ook het meeste informatie in mijn story. Als dat, en ook waar ze de informatie kunnen vinden. Schaad, daar even kijken. Yes.
En daar zit ik weer hoor, aan de tafel bij mij in de woonkamer, video's te editen. En het is bijna 12:30 s'nachts. Ik zit nou echt met de laatste video's me echt er een beetje doorheen te knokken, te vechten. Want het is toch, ja, gewoon, het lukt allemaal net, laat ik het zo zeggen. Misschien dat ik dit gisteren ook al in de video heb gezegd, maar ik vind het toch wel leuk. Alleen, ik zou het ook al fijn vinden om nu in mijn bed te liggen. Maar ik wil gewoon dat deze video morgen, of eigenlijk deze dag, of voor mij deze dag al online komt om 7 uur 's ochtends. En ik heb helaas niet de tijd om deze video snel op een ander tijdstip te editen. Want ik ben overdag vaak weg om dan iets leuks te filmen voor de vlog. Maar ja, dit is de 2 na laatste video van Vlogmas. Het is nu 24 december als jullie dit zien. Dus dan heb je kerstavond vaak. Dus ja, ik wil jullie dan een fijne kerstavond alvast toewensen. Gaat heel soepel. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan ook. Dat vind ik heel leuk. En dan tot morgen. Doei!